Om 16:39 wordt de persoon voor het eerst gesignaleerd in de buurt van de flat. De persoon gaat eerst naar binnen in de aangrenzende flat, waar het ouderlijk huis van slachtoffer zich bevindt. Er zijn geen aanwijzingen gevonden voor een pathologische jaloezie of dito-wraakzuchtig handelen van verdachten in het algemeen of jegens het slachtoffer in het bijzonder.